De culinaire kookwedstrijd, de zilveren champignon, vindt dit jaar plaats in het Huis van de Smaak op de Floriade. In de wedstrijd voor professionele koks staat, zoals de naam al verraadt, het gebruik van paddenstoelen centraal. Dinsdag was een van de voorrondes. We zien hier dat de koks lekker aan het koken zijn. Wat is die aan maken? Wat gaan ze maken vandaag? Ja, ze werken met vier soorten paddenstoelen. Ze werken onder andere met de witte champignons, de kastanje champignons, oesterzwammen. Die hebben we in grijs en geel en de shiitake. En die moeten ze gebruiken vandaag? Ja, het is wel mooi als ze het hele assortiment verwerken. En dan is het, wat we doen is met een black box. Black box houdt in dat ook wij niet weten wat de leveranciers meebrengen. Zodat het een verrassing is waar ze mee moeten werken. Hoeveel tijd heb jij nodig voor je voorgerecht? 5 minuutjes, 6. Ja, dan kom je naar hem hier. Ja. Volgens mij zou ik hier een paar klaar staan. Nou, klaar zullen ze nog niet zijn, want... Dat mag nog niet mee, maar... Wat heeft hij gemaakt? Dit is wel de voorbereiding. Dit is een pikkelilie met daarbij wat in vanille gegaarde gele tomaatjes, wat basilicum en wat champignon in soja gekookt. En daarop komen dadelijk gebakken champignons aan een stokje, die heel even gefrituurd zijn in panko. Panko is half brood, half rijst en dat heeft de eigenschap dat het vet afstoot. Dus je krijgt een heel mooi zacht gerechtje, wat toch warm en koud is. Klinkt goed in ieder geval. En zo is het spelen met champignons. Kun je even kijken wat de rest aan het maken is? Kijk, die is nou bezig met zijn kalfsvlees. Mooie dunne lende van kalfsvlees. Oh, die is een mooie tartaar aan het snijden. Zoals het hoort. He, niet malen, maar heel mooi fijn snijden. Het vlees is, dan snij je in dunne plakjes. Dan in reepjes. En dan krijg je hele mooie fijne blokjes. En zo hoort een tartaar gesneden te worden. Eitjes door. Eitje erin. En dan op smaak brengen. Peperzout. En nagelang wat de chef daarbij verzint. Ik vrees dat hij iets gaat doen met champignons of paddenstoelen. Misschien kunnen we hem even vragen. Wat ga je precies maken? Een kalfstartaar met gepocheerd ei. En basilicum mayonaise, zoetzure paddenstoelen. En zoetzure komkommer. Dat is voorgerecht. Meneer Pollux, u was gast, jurylid. Hoe smaakt dit? Ik vind deze heel erg lekker. Hij is heel schuimig. Ik proef echt champignon. Er zit een krokant aardappeltje in, wat dan net dat knasperige maakt in plaats van bij dat schuim zo. Ik vind het een hele goeie. Iets wat u zelf ook in uw sterrenrestaurant zou serveren? Nee, ik denk het niet. Nee, qua smaak wel, zeker wel. Misschien niet als presentatie, maar ze moeten toch ook een stuk of 30 maken. In een glas. Dus het is ook een beetje. Kijk, wij doen natuurlijk een heel mooi bak, een heel mooi tipje. Maar qua smaak en qua dingen, en qua krokant en qua zachtheid, vind ik het heel goed bij elkaar passen. Dus al qua basisidee vind ik het zeker wel goed. Ja. Goed zo, dankjewel. Eet smakelijk. Nou, en natuurlijk waar het vandaag om gaat, en dat is eigenlijk de winnaar. En dat, ja, voor, ik denk dat het een duidelijke zaak was. En dat was Rob. Rob, van harte gefeliciteerd allereerst. Hoe is het nou om zo'n wedstrijd te winnen? Ja, dankjewel. Ja, dat is wel geweldig. Ja. Het is een heel groot evenement. De opdracht was eigenlijk een black box. Dus niemand wist van tevoren wat hij eigenlijk moest maken. En dan, in een andere ruimte. Ja, dan is het gewoon roeien met de riemen die je hebt en zorgen dat je lekker kookt. Ja. Hoe begin je dan als je die ingrediënten krijgt? Bij het begin. Nou, we hebben hier natuurlijk een hele mooie kruidentuin. Daar zijn we vanochtend mee bezig winkelen eigenlijk. Asperge uitgraven en puur die ambacht eigenlijk. En de producten. Dus de producten gewoon goed in waarde laten. En dat was eigenlijk het idee hier. Tussen 10 april en 22 mei vindt er elke dinsdag een voorronde plaats. Op 2 oktober zal in de finale worden beslist wie de winnaar is van de zilveren champignon 2012.